goedemorgen en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik hoop dat jullie me goed horen, want ik ben in een parkeergarage. Ik ben nu aan het wachten, want er mogen natuurlijk nog maar één persoon mee naar binnen. Maar Guus is naar de dierenarts en mijn moeder is mee naar binnen. Dus ik dacht, ik wacht wel bij de auto, want ik wil geen gezeik dat ik daar binnen ben. Illegaal, want je wacht maar met één persoon naar binnen. Dus ik ben bij de auto en... Ik zit nu in de auto. Dus, hallo. Ik ga eventjes wat foto's bewerken hier, want ik heb hier mijn kaartjes meegenomen. En ik heb vanmiddag een afspraak waar ik niks over kan zeggen helaas. Maar daarna komt er een vriendin naar mij toe. Ik zou eerst naar haar toe gaan vandaag. Maar omdat Pablo best wel onwennig is nog in het huis en ik die afspraak had en ik eigenlijk dacht dat ze pas, dat ze gewoon 's middags kon, maar nu blijkt dat ze 's avonds pas kan, had ik gevraagd of ze liever naar mij toe wilde komen in plaats van dat ik naar haar toe ging. En dat vond ze helemaal prima, dus dat is super tof. En ik heb haar echt al heel lang niet gezien. Ik kan me echt niet herinneren wanneer ik haar voor het laatst gezien heb. Dat is echt heel lang geleden. Maar dat heb ik dus vanavond ongeveer. En dat is wel gezellig. Alleen heb ik nog geen licht. Dus ik moet even kijken of ik een lampje kan halen in Sliedrecht. Ik ben terug van de dierenarts. Ik moet even denken hoor. Ik ben terug van de dierenarts. En ik zal even laten zien hoe het er dan nu uitziet. Er ligt nog één koffer. Let daar even niet op. Ik ga het laten... Oké, dus ik heb hier die stoel. Ik heb dit is... Ik weet niet of ik het heb gezien, volgens mij niet. Tafeltje, helemaal leuk. En die krabpaal. Ik heb alleen een probleem met... Zo gaat het goed. Een probleem met mijn bank. Want hij moet nog helemaal gereinigd worden. Want het ziet er echt niet uit zo. Maar het is gekrompen. In de was. Dus ik heb echt één mega gat hier in mijn bank. En ik vind het echt niet mooi. En... Ik vind het echt heel erg zonde van mijn geld. En dit gooit hij nou weer net om. Maar goed, dat komt later. Dat is het probleem voor later. Dus wacht, ik zal het even zo laten zien. Dit is dus een beetje hoe dat eruit ziet. Het is nu allemaal nog super rommelig. En ik heb echt geen puff meer voor. Maar goed, dus dit is een beetje hoe het nu is. En ik hoop echt dat ik het opgelost krijg met die bank. En dat als die helemaal schoongemaakt is, dat het dan ook er wat beter uitziet. Want dit is gewoon echt niet... Ziet er echt niet uit. Goed, dat terzijde. Ik heb hier dat kastje waar de televisie op komt. En ik heb vandaag deze opgehaald. Deze tafel wordt trouwens ook nog anders. Want ik heb dit. Folie voor erop. Hoogglans. En dat komt er dan op. En dat bedekt dan het blad. Want er zit hier ook een beschadiging op het blad en de rand. En de poten ga ik dan ook wit spuiten. Maar deze is zo schattig. Lichtroze. Ik ben er helemaal blij mee. Goed, dus dat heb ik. Hier staan nog wat boeken die mee naar boven moeten. Maar, oh, dat is zo zwaar. Keuken is helemaal opgeruimd. En... Kijk, de badkamer is semi opgeruimd. Ik moet nog een plek vinden voor dit. Dat moet weg. Hier liggen ook nog spullen waar ik een plek voor moet hebben. En ik dacht helemaal, oh, ik ga dit netjes organiseren. Maar ik heb zoveel spullen. Niet normaal. Ik moet binnenkort echt eventjes gaan kijken wat ik wil en wat ik niet wil bewaren van dit soort dingen. Dus ik doe het heel even met mijn telefoon. Omdat mijn camera nog steeds leeg is. Maar ik heb mijn oplader net eindelijk gevonden. Kijk. Dus... We gaan hem gelijk opladen. Want dan kunnen we weer gewoon filmen. En dan even een stopcontact hier. Zo. Goed. En Pablo heeft het wel naar zijn zin hier. Hij was gisteren was hij een beetje bangig. Maar... Je hebt het nou wel weer beter naar je zin, hè, Bolly? Alleen, wat hadden we gisteren? Je had ineens een kat gezien hier. Dat was zo eng. Ik kwam dus gisteravond best wel laat nog naar beneden, want ik moest naar de wc. En Pablo die was naar beneden gegaan, omdat hij die spiegel dus echt doodeng vindt.
Maar dat heeft hij dus alleen maar als hij gestrest is. En ik kom hier beneden en ik loop zo richting de badkamer daar. En ik zie ineens, want ik had mijn zaklamp aan, omdat ik alleen nog daar een licht heb, maar dat knopje die zit ook daar. Dus ik kon daar natuurlijk niet bij. En ik loop hier en ik schijn dus mijn licht op dat raam, dat buitenraam. En het rolgordijn was toen ook open, net als nu. En ik schijn echt in twee grote ogen. Ik schrok me helemaal dood. Dus ik, nadat ik bijgekomen was van het schrikken, zag ik dat er een kat zat. Echt een hele grote, echt zo'n Maine Coon of zo'n Noorse boskat. Ik weet niet, hij had in ieder geval lang haar en kon het heel slecht zien, want het was donker. Maar Pablo, die zat hier onder de bank, helemaal verstopt, omdat hij het gewoon zo doodeng vond. Dus ja, dat vond hij, hij vindt katten niet leuk, dus dat was niet... Hij moet er een beetje aan wennen, want bij ons in Sliedrecht zat hij natuurlijk boven en dan komt hij niet op de grond. En nu komt hij dus op de grond. Hier lopen katten voorbij en er komen mensen voorbij. Dus hij zit ook heel de tijd achter het raam, zit hij dan te kijken. Ja, het is wennen voor hem. Maar goed, maakt het niet uit. Ik ga nu heel eventjes nog wat dingen opruimen. En daarna ga ik mijn kledingkast nog even doen. En dan vanavond komt er dus een vriendin. En ik weet helemaal niet hoe laat het is eigenlijk nu. Maar goed, maakt het niet uit. Ik heb nog tijd zat. Dus dat is mijn update voor nu. Dus ik zie jullie later nog. Goedemorgen. Het is best wel vroeg. Het is namelijk 7:15 en ik ben wakker, want ik heb mijn wekker lekker vroeg gezet, omdat ik wilde gaan skileren. Maar toen kwam ik beneden en toen zag ik dit. Oké. Pablo? Is niet helemaal de bedoeling, denk ik. En het ergste is nog dat ik dus hier beneden kwam en hij liep er naartoe. Kijk. Oh, nou niet. Maar hij liep er naartoe en dan ging hij daarmee spelen. Ging hij er echt zo in, zo. En dan daaruit. Dus ik ga hem denk ik voor nu even er iets overheen doen. En dan steentjes kopen om op te leggen. Zodat hij er niet op kan komen. Want dit is echt een lekker begin van mijn dag. Goed gedaan, Pablo. En ik ben naast gedaan, trouwens. Zoals jullie kunnen zien, gisteren. Die kant heb ik al gedaan. Ja, deze kant moet ik nog doen. In ieder geval, ik ga deze puinhoop opruimen. En ik zie jullie straks als ik ga skileren. Zo, ik ben terug van het skileren. Oh, zo vroeg. En ik dacht, ik ga een lang rondje doen. Maar ik ken natuurlijk echt niet de weg hier. Dus ik weet helemaal niet hoe lang een lang rondje is. Dus ik een lang rondje doen. En op een gegeven moment dacht ik, oh, mijn benen doen zeer. Moet ik nog veel langer? En het is natuurlijk best wel een tijdje dat ik echt ver geskielerd heb. Want in Sliedrecht kon je niet echt ver skieleren. Of je moest weer echt zo ver gaan skieleren. Maar dan duurde het ook weer super lang voordat je terug was. Dus... ver geskileerd nu, 13 kilometer, 1050 calorieën verbrand. Dus ik ga nu eerst even douchen. En ik heb besloten dat ik daarna mijn pyjama aan doe. Mijn pyjama, want ik hoef echt aan het eind van de middag pas weg. Want ik moet dan, alhoewel ik wil vanmiddag nog eigenlijk naar de sportschool. Maar goed, ik heb dan nu in ieder geval nog een paar uur om even te zitten. En even chill te doen, want ik heb niet zoveel zin om nu van alles nog te gaan doen hier. Dus ik ga even gewoon chill doen en even mijn pyjama aandoen. En ik denk dat ik het shirt dan vanmiddag gewoon aanhoud en er gewoon een normale broek eronder doe. Want het is een superleuk shirt. En dan ga ik naar Sliedrecht toe, want ik moet vanmiddag wat ophalen en ik ga dat met Alex de bus doen. En... dan ga ik gelijk sporten daar, want mijn sport zit natuurlijk nog daar. En ik heb nog een sportbroek daar liggen en vast nog wel een sportshirt. Dus dan kleed ik me daar om voor de sportschool en dan ga ik daarna gelijk door ophalen wat ik moet ophalen. Dat is het plan en dan waarschijnlijk vanavond bij mijn moeder eten. Maar dat weet ik nog niet, dus dan moet ik nog even kijken. Dus dat is voor nu de planning. Ik zie jullie later. Doei! Ik ben in Sliedrecht en ik ga nu naar de sportschool. Dus dat is... iets. En ik ga de schilderij die je daar zo ziet,
Die ga ik zo meenemen, dus die moet ik heel even vast afhalen. Ik heb zin om te sporten. Want we moeten die kilo's af. Komt goed. Hoi guys, ik ben nu in Driebergen iets ophalen. En ik reed langs dit super schattige straatje. En ik ga even stoppen om te praten. Ik reed langs dit super schattige stadje, zeg maar. Zo'n super lief straatje met winkeltjes. Maar echt die oude feeling erbij. Die zo'n... Ik weet niet, ik kan het niet zo goed uitleggen. Als ik straks langs ga, zal ik even kijken of ik het kan filmen als het niet te druk is op de weg. Toen kwam ik in een langs een soort bosstukje. En toen aan de rechterkant was een park. En ik dacht, oh my god, dat ziet er zo uitnodigend uit. De bomen staan gewoon zo mooi. Het gras is mooi. Er was een meertje, of in ieder geval een klein vijvertje. En ik dacht gewoon, wauw, ik moet hier echt even een rondje lopen. En dat heb ik echt... Ik heb dat best wel vaak, dat als ik ergens kom, dat ik denk, oh, hier is het mooi, hier wil ik echt even een rondje lopen, of hier wil ik echt even kijken. Maar dat ik dan denk, nee, je bent iets aan het doen, je moet gewoon door, want je moet dit doen, je moet dat doen. En ik heb mezelf voorgenomen dat ik voortaan dit soort dingen gewoon doe. Dus ik heb gedaan wat ik moest doen, ik heb een bankje opgehaald. En toen dacht ik, ik moet de terugweg daar weer langs rijden, want ik moet een rondje lopen in dat park. En dat ben ik nu aan het doen, en het is zo... Ik weet niet. Ik loop echt net en ik vind het zo fijn om hier te lopen. Niet alleen maar om hier te lopen, want misschien denk je wel, wat de fuck heb je het over? Je loopt in een fucking park, doe niet zo raar. Maar gewoon dat ik dus uitgestapt ben, mezelf de tijd gegund heb om dit te doen. En dus nu hier loop en gewoon hier sta. Omdat ik dus mezelf die tijd heb gegund en gestopt ben. Ik weet niet, ik vind het heel fijn. Ik ga later in deze video... nog praten over de podcast die ik net aan het luisteren was. Want dat, ik ga hem ook linken onder de beschrijving. Die moeten jullie luisteren. Zeker de mannen die kijken naar deze video. Luisteren me zeker weten, die podcast. In de auto, het duurt best wel lang, 77 minuten. Maar echt, het is echt de moeite waard. Luister het. Maar daar kom ik later op terug. Ik ga nu genieten van dit bos hier. Of in ieder geval... Dit park. Ik bedoel, wauw. Zoals jullie net hebben gezien. En het was fijn. En ik heb even gemediteerd. En dat was fijn. En ik ben helemaal weer zen en helemaal tot rust gekomen. En nu ga ik naar mijn moeder toe, want daar ga ik eten. Helemaal fijn. Ik heb geen idee hoe laat het is. Maakt me ook niet uit. Ik vind het helemaal fijn. Zoals beloofd, de straatje. Het straatje waar ik doorheen reed, waardoor ik echt dacht, oh my god, wat schattig. Kijk, dit bijvoorbeeld. Oh my god, wat schattig. Hoe dan? Oh, je ziet het echt. En dit. Het zijn allemaal winkeltjes. Ik ben helemaal... Wat leuk. Hoi guys. Het is... Ik heb het weer niet gedaan. Het is vrijdag. En het is 5:00. Ik heb net echt... Nou ja, voor mijn gevoel was het best wel lang. Het viel op zich wel mee. Maar ik heb 3,5 kilometer gelopen. En ik heb het niet gefilmd. Maar wat ik nu ga doen.
is ik ga het laten zien. Want ik heb wel een op Instagram iets gezet. Dus ik ga dat even laten zien. Want tegen de tijd dat dit natuurlijk komt, dan is dat alweer af. Dus ik ga hier mijn telefoon neerleggen. Zo. Mijn Snapchat. Of nee, mijn Snapchat niet. Mijn Instagram. En ik ga laten zien waar ik was. Oh. Oké. Okay. Dit was gisteren. Dit was gisteren waar ik gisteren gezeten heb. Dit was zeg maar mijn uitzicht zo. Bizar mooi. Dit is waar ik net liep. En dit is hoeveel ik gelopen heb. Even kijken of die scherp wil stellen. Hallo? Hallo? 3,46 kilometer in 40 minuten ongeveer. Dus. En nu, Pablo. Nu gaan we naar mijn mama toe. Ah, jij niet trouwens. Jij blijft hier. Mijn moeder en ik hebben de hoezen van de kussen afgehaald. Want kijk, nu past het wel. Zie je, nu sluit hij wel helemaal. Dus het ligt echt aan de hoezen. Dus we gaan even kijken of we die weer kunnen oprekken. Want die zijn dus gewoon gekrompen. Paapje. Paapje. Ja, dus die zijn gewoon weer gekrompen. En daar ben ik niet zo blij mee. Mijn gezicht aan het licht. Maar nu ga ik naar mijn moeder, want ik ga daar eten vanavond. En ik ben heel blij dat nu dag 2 is dat ik echt iets actiefs gedaan heb. En ik wil eigenlijk bij mijn moeder nog zo'n stukje wandelen. En ik wil eigenlijk vanavond nog eens Sliedrecht mijn televisie halen. Dus ik hoop dat dat gaat. En als ik... ik wil namelijk de televisie halen, mits ik iets kan ophalen. Ik heb via Marktplaats... Is er een spelletje... Wat ik echt heel graag wil hebben. Ik heb er al een paar van, maar dat is net een andere versie. En die wil ik dus echt heel graag hebben. En die kon ik voor 4 euro via Marktplaats kopen in Dordrecht. Dus ik dacht, als ik nou dat spelletje kan halen vanavond, dan kan ik gelijk ook mijn televisie halen. Dus ik ga naar mijn moeder toe nu. Dus wat gaan we doen? Zonder bril op. En niet aan de bank jij. Ga eens weg. Telefoon mee. Sleutels mee. En de andere sleutels mee die ik net hier vallen. En mijn orde mee. Oh, laat ik ze weer vallen. Goed. Ik ben trouwens een super toffe podcast aan het luisteren. Een andere als waar ik het gisteren over had. Dus ook deze zal ik hieronder neerzetten. In de beschrijving. Ik zie jou zo, Kat, vanavond. Word niet eenzaam in je eentje. Ga vrienden maken met de kat hier buiten. Je kunt het. Be good. Bye. Deur dicht. En ik ga nu naar de auto. Ik wil heel eventjes een updateje doen met, oh dat kunnen jullie niet zien, maar een super mooi uitzicht. Ik dacht, zo, kijk of ik het zo kan laten zien. Kutzien. Kijk eens waar dat uitzicht. Jongen. Hier word ik echt blij van, hè, van dit uitzicht. Goed. Nou, weer terug naar mij. ik wilde eigenlijk iets kwijt. Gisteren was ik er een beetje over begonnen. Maar ik merk dat ik de laatste dagen weer heel erg veel behoefte heb om een stapje terug te nemen. En met een stapje terugnemen bedoel ik dat ik heel erg veel behoefte heb aan weer mediteren. Spiritueel bezig zijn en niet op een... Ja, ik vind het een beetje lastig uitleggen, want er hangt echt een soort stigma om spiritualiteit. Om spiritueel zijn. En... Ik vind dat dat eigenlijk weg zou moeten. Want ik denk echt dat het voor iedereen goed zou zijn om soms even een stapje, gewoon even te stoppen eigenlijk. En even te gaan zitten. En even te gaan zitten met jezelf. En te denken waar je dankbaar voor bent. Wat je wil, wat je intenties zijn. Hoe je dingen wil aanpakken. En niet per se zitten van, oké, dit en dit gaan we doen. Nee, gewoon echt zitten en luisteren naar jezelf. En dat hoeft niet per se te zijn dat je
alle antwoorden natuurlijk gelijk hebt of zo. Want ik had dus de eerste keer dat ik ging mediteren, dat ik echt dacht, nou, ik kan dit niet, ik kan niet stilzitten, ik kan me nergens aan concentreren. Maar ik ben begonnen met geleide meditaties. En nu kan ik ook gewoon zelf stilzitten, in de natuur bijvoorbeeld, en echt gewoon relaxed worden. En dan, als ik relaxed ben, kan ik echt gaan denken, oké, wat zijn mijn intenties? Wat is dit? Wat is dat? En wat mij ook super helpt en super inspireert, zijn podcasts van mensen die daar ook mee bezig zijn. Ik luister nu bijvoorbeeld, daar heb ik het net over gehad, over dat ik een hele goede podcast luister. En hij staat beneden in de beschrijving. Maar ik luister een podcast van Jay Shetty. Het is wel Engels, dus ja, je moet wel goed Engels kunnen om het te volgen. Maar ook gewoon de eerste podcast is bijvoorbeeld met zijn vrouw. En die duurt 90 minuten. Maar het is super inspirerend over hoe hun omgaan met elkaar. En hoe hun kijken naar dingen. Ja, het is gewoon vet inspirerend. En daar haal ik dus ook heel veel energie uit. En ik merk gewoon dat ik dat de laatste tijd heel erg nodig heb. En dat wilde ik heel even delen met jullie. Dus stel nou dat je echt op dit moment in je leven zoiets hebt van, ik weet niet wat ik moet doen, ik zit een beetje vast, ik weet het allemaal niet meer. Ga gewoon eens even zitten en mediteer. En als je het dan lastig vindt of zo, zoek dan op in de App Store de meditation app. Ik zal in de beschrijving ook zetten hoe die heet en van wie die is. Want ik weet wel van wie die is. Maar ik ga sowieso zijn naam verkeerd uitspreken. Maar echt, doe dat. Want het helpt echt. En ik vind echt dat dat rare idee van spiritueel zijn verbroken moet worden. Ik bedoel, spiritueel zijn is zo breed dat je niet alles over één ding heen kan doen. En ik denk gewoon echt dat meer mensen het zouden moeten doen. Gewoon even rustig worden, even ademhalen, denken, gewoon relativeren en dan weer verder gaan met je leven. Dus dat wilde ik je even kwijt. Bedankt dat je naar dit stukje hebt geluisterd, als je naar dit stukje hebt geluisterd. En als je er niet naar hebt geluisterd en je komt ineens op dit stukje terecht omdat je doorgespoeld hebt, dat is erg jammer, want het was goede informatie. Ik ga zo meteen lekker nog eventjes een rondje lopen of een rondje kieren. Dat deed ik niet. Maar ik moet natuurlijk even uitkijken, want de zon gaat zo meteen onder. En ik heb niet iets van een hash of zo. Dus ik moet even kijken hoe ik dat ga doen. Maar bedankt. En ik zie jullie straks. Of later. Of morgen. Dat kan ook. Zo, goedemorgen. Ik zie er even niet uit, want ik ga een maskertje op doen. Ik heb deze. En iPads. Dus ga ik nu opdoen en dan even relaxed zitten. Want ik heb vannacht echt niet geslapen, maar daar kom ik straks op terug. Oké, nou, ik heb natuurlijk vanochtend al heel eventjes wat gefilmd met mijn telefoon. Dat ik me ging klaarmaken en dat ik slecht geslapen had. Ik heb dus echt super slecht geslapen vannacht. Of, nou ja, beter gezegd, ik heb helemaal niet geslapen vannacht. Mijn camera. Zo, beter. Ik heb helemaal niet geslapen vannacht. Maar echt gewoon niet. Geen seconde, niks. Ik ben zelfs nog vannacht uit bed gegaan, naar buiten gegaan. En heb ik buiten op het strandje nog even naar de sterren zitten kijken. Zo heftig was het dat ik niet kon slapen. Alles geprobeerd om te slapen, maar het lukte niet. Het lukte niet. Dus vanochtend was ik echt kapot moe. En toen ben ik 's ochtends vroeg gelijk gaan pinnen, want er kwam iemand een lamp brengen. Een nieuwe lamp voor in de woonkamer, of in de keuken is het eigenlijk. Dus daar was ik super blij mee. Want die kwam ze helemaal vanuit Ede brengen. En ik vond het zo tof dat ze hem kwam brengen en dat ik het niet hoefde te halen. Daar was ik echt, echt heel blij mee. En de rest van de dag heb ik me klaargemaakt voor nu. Ik ben nu in Sliedrecht en ik rij nu naar Hoornaar. Want mijn moeder die is daar op een soort kunstbeurs, art gallery, klinkt fancier. Die is daar en die is daar schilderijen aan het verkopen, geloof ik of zo. Of die staat daar met schilderijen en die kan je dan kopen. Ik weet niet wat het is. In ieder geval, daar ga ik heen. Want wij gaan daarna gelijk naar een verjaardag van mijn achternichtje. Zeg ik dat goed? Ja. Verjaardag van mijn achternichtje ga ik heen. En vanavond heb ik dan een afspraak met iemand. Ik heb hier mijn auto neergezet, want het is daar toch afgesloten. Dus ik denk,
Wat maakt het uit? Wat maakt het uit? Goedemiddag, het is vandaag maandag en ik ben vandaag met mijn moeder naar Sliedrecht geweest om nog wat spullen op te halen. En ik heb gelijk vandaag opgeruimd hier. Ik heb dit anders neergezet, want ik vond het heel dit rommelig. Maar ik heb het nu wat ruimer uit elkaar gezet. En ja, zonder die hoezen blijft het nog steeds natuurlijk een beetje rommelig. Maar het staat wat rustiger zo voor mijn idee. Ik heb hier de weegschaal neergezet. In ieder geval, die heb ik meegenomen vanuit Sliedrecht. Dus die gaan we eventjes in de badkamer zetten. Zo. Die zetten we daar neer. En even kijken. Ga ik dit nog even opruimen. Oh, ik heb het toiletpapier gekocht. Dat doe ik zo gelijk bijvullen. En ga ik dit even opruimen. Dat is wat ik nu ga doen. En dan daar de laatste dingetje nog even doen. En dan vind ik het wel weer goed voor vandaag. Ik heb deze plant omgepot. Want die zat eerst in die groene. Die heb ik nu in deze gedaan voor mooi. Want ik heb ook een schilderij die zo meteen daar komt. In die kleur. Ik moet alleen hier nog even een plek voor vinden. Maar misschien dat ik dat wel voor mijn raam doe. Daar. Maar ik moet er wel even kijken. En ik heb de televisie. Dat hebben jullie natuurlijk nog niet gezien. Ik heb de televisie, heb ik opgehaald. Dat wisten jullie wel, dat ik die had opgehaald. Alleen wat nu het probleem is, is ik ben de afstandsbediening vergeten. In Sliedrecht. Voor de tweede keer. Voor de tweede keer. Want ik was gisteren de televisie halen. Zeg ik het goed? Ja, gisteren had ik de televisie gehaald. Nee, eergisteren had ik de televisie gehaald. Eergisteren heb ik de televisie gehaald. Gisteren heb ik hem neergezet. Dus eergisteren was ik in Sliedrecht, was ik hem vergeten. Vandaag ben ik in Sliedrecht geweest, ben ik hem weer vergeten. Dus geen televisie. Nee, in ieder geval wel. Ik heb natuurlijk knopjes zitten eronder. En ik ben nog steeds blij met dit hier. Dit zo, die kaarsen en dan dit. En het gaat lekker met mijn water. Ja, dat was het voor nu eigenlijk. Niks te vertellen. Pablo zit boven, want die heeft net gestofzuigd en dat vindt hij een beetje eng. Dus die is hier niet. En dit krijgt ook wat meer vorm, dit hoekje hier. Maar goed, that's it. Ik zie jullie morgen weer, want ik ga vandaag verder niks meer doen. Goedemorgen, of nou ja, middag eigenlijk. Ik ben onderweg nu naar mijn auto, want ik moet heel even wat pakken. Maar daarna ga ik met Liesbeth naar Scheveningen en we gaan daar even een rondje lopen. Even kijken wat daar te doen is. Dus superleuk. En wat ook leuk is, Liesbeth vindt het niet erg om in de vlog te komen. Dus ik kan vandaag gewoon heel de dag vloggen. Hoe leuk is dat? Dus ik ga even naar de auto nu. Waar zijn we? En wie ben jij? Hallo? Waar zijn we? Maar mijn vlog weet niet wie jij bent. Oh, hoi. Sommige mensen noemen me Lizzie, mag me ook Liesbeth noemen. Echt noemen mensen jou Lizzie? Ja. Nou, dat komt om mijn werk. We hebben hier weleens vaste gasten die langskomen. Ik werk in de horeca. En daar komen mensen heel vaak en dan vragen ze je naam. En denk ja, als ik schijn mijn stalkop insta of zo. En dan zeg ik altijd hoe ik Lizzie heet, dan kun je me niet vinden. En nu zit je op YouTube. Je echte naam. Oké. Okay. Zou ik volgen jou niet? Dat weet je niet. Wat is waar? Kut. Maar goed. Dit is Romy. Ja, hoi, ik ben Romy. En we zijn in Scheveningen. Zoals jullie net al konden zien. En we gaan nu het water in. Maar ik dacht, ik neem mijn camera mee. Zeg maar, we gaan niet zwemmen of zo. Maar ik neem mijn camera mee, want anders wordt hij gejat. Denk ik. Ik weet niet, vertrouw het gewoon niet hier. Dus. Hoppa, vogelrood. Zag je net? Hey. Hey, bijna die vogel aan. Ja. Wow. Dat lijkt me ook kutwerk om hier over het strand heen te rijden. Ik vraag me dan ook af, is het echt de snelste route? We hebben op
het strand gezeten en nu lopen we die kant op, want zij wil niet kiezen. Totdat ze zag dat ze airbrush tattoos hadden hier en glitter. Dus we gaan even kijken wat dat is. Want dat wil ze graag. Dus we gaan het zien. Hey, hou even in je mond, we komen hier voor mijn rust. Ik denk dat hij aan het opruimen is, man. Vraag het gewoon. Ik zou het gewoon vragen. Ziet eruit alsof het klaar is. Hij zet het opruimen. Maar je kan vragen of hij het nog doet. Nee, het is helemaal klaar. Vraag het gewoon. Ga ik het doen? Je bent helemaal aan het afsluiten zeker. Nee, aan het opbouwen. Documenteren. Goed, we zijn al 3 keer heen en weer gelopen over de... Hoe noem je dit? Waar moeten we nu nachos en pasta eten? Hier, waar het rustig is. Of daar bij de gezelligheid, waar mogelijk. Geen plek meer is. We zijn dus al 300 keer heen en weer gelopen omdat we niet weten wat we willen. En nu hebben we dus gevonden wat we willen, maar nu gaan we dus naar een plek lopen. Kijk of ze het daar ook hebben. Nee, dit is echt goed voor bestappen. Dus we gaan weer terug. Helemaal langs al de tentjes weer. Ja, satisfied. We hebben een plek gevonden om te zitten. Waar ik net begon met filmen. Toen we dus al 3 keer heen en weer gelopen waren, maar weer terug gingen lopen. Zijn we dadelijk weer teruggelopen en we zijn hier. Dus. Naast de Fat Mermaid. Ja, maar ik kan hier niet veel filmen vanwege de muziek. Dus. Ik zie jullie later. Oké, okay. Ga je het doen? Je had wel als je denkt. Twijfel. Je kan het even kijken. Ga dat elkaar oriënteren. Lekker open. Kan ik hem doen? Weet ik niet. Ik zou hem in je nek doen. Van je pols, in je nek, kijk aan de achterkant van je nek, zeg maar, als je het daar doet. Maar dan zie je hem niet. Je ziet hem niet, maar je haar gaat ook, zeg maar, de hele tijd overheen, waardoor hij wel heel, heel snel is. Ik vind het wel grappig, maar ga dat gewoon hier, dat wel. Ja, dat kan. Maar ik aan het werk, ik heb niet wat vast. Ik draag het deze. Kijk, die wat ook hier. Als ik brandjes geef, dan zien mensen deze tatoeage, dat vind ik wel grappig. Deze kant. Yes. Oh, het gaat keis klikken. Hey, kijk hoor. Bijna. Thank you.
Oké. Okay. Hoe voelt het, je eerste tatoeage? Zo raar. Het was echt gewoon totaal niet pijnlijk. Het is echt gewoon een tatoeage die je moet aanbrengen. Nou, wat ik heel graag wil, is ik wil heel graag hier zo in mijn nek een tatoeage in het echt, zeg maar. Gewoon een echte tatoeage. Maar ik dacht, dit is wel het perfecte moment om te testen of ik dat echt wat vind. Dus ik ga dat doen. En jij gaat filmen. Ja. Wat gaat het worden? Hele mooie letter. Van mijn moeder. Heb je ineens pil op je? Nee, schedel was het. Ja. Schedel. Hard rock schedel. Army of Hard Rock. Ja, heb ik ook, heb ik, heb ja, ik. Dat zag ik. En daar staan wij namelijk al een paar jaar. Ik heb daar volgens mij ook een keer zo gedaan. Dan was het ongetwijfeld bij ons, want wij zijn de enige die daar dat de toe zijn. Maar op een of andere manier kom ik er altijd aan het eind van het festival achter dat zoiets is. En moet ik het doen in het echt? Ja, ik zou het zeggen gewoon doen. Je kan gewoon inzoomen met dat ding, hè? Dat is leuker! Er staat ook veel. Er staan ook veel fans. Ja! Ja, oké, okay, kun je hem krijgen ook. Goedemiddag, morgen. 11:55. Goedemorgen nog. Ik ben de video aan het bewerken hier in Sliedrecht. En ik dacht, ik heb helemaal nog geen eind gemaakt van deze video. Dus ik lig hier lekker half op de bank. En ik wilde even zeggen, bedankt voor het kijken naar deze video. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Hij is een beetje aan de lange kant. Maar ik heb wel echt mijn best gedaan om zoveel mogelijk erin te doen. En zoveel mogelijk leuke dingen ook erin te doen. Dus bedankt dat je gekeken hebt. En ik zie jullie volgende week weer. Dus doei. Oh, trouwens. Kijk, hij is helemaal al vervaagd. Dat ding wat ik gisteren op laat zetten. Het is er echt heel snel afgegaan. En iedere keer denk ik, zit er nou in mijn nek? Dus nee, dit is geen goede plek voor mij om het tatoeage te nemen. En ik denk dat ik hem ook liever hier wat meer naar beneden had gehad. Als ik echt een tatoeage had genomen daar. Maar ik denk niet dat het de plek voor mij is. Want iedere keer als ik dan in de spiegel kijk, denk ik, wat zit hier? Oh nee, is het make-up of zo? Ik weet het niet. Maar nee, geen goede plek voor mij. Dus waar ik zit te denken, hier of zo, dat ik dat wel een hele mooie plek vind. Dus ik moet nog heel even kijken. Maar dat komt om later nog. Dat is nog niet dat dat binnenkort gaat gebeuren. Dat ik daar een tatoeage ga laten zetten. Ik moet ook nog even kijken wat ik wil en hoe of wat. En tatoeage nemen is gewoon echt verslavend. Dus ik moet gewoon heel even kijken. Maar ik wil toch deze video even alsnog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Ik zie jullie volgende week. Adios.